Meerdere gemeenten zijn vorig jaar op de vingers getikt door de rechter. Ze maakten niet duidelijk wat er in de huizen van cliënten werd gedaan en hoe vaak dat gebeurde. Enschede heeft nu een nieuw systeem bedacht. Ze gaan werken met modules. Een basismodule en vijf aanvullende. Onder meer voor het verzorgen van de was- of maaltijdverzorging. Daarnaast gaan we ook veel duidelijker in onze beschikking vastleggen. wat nou precies uh, dat schoon en leefbaar huis. Want dat is het resultaat waar we voor gaan. Wat dat betekent. Dus uh, welke ruimte wordt schoongemaakt? Uh, hoe vaak gebeurt dat dan? En uh, uh, dus dat gaan we ook veel duidelijker in de beschikking vastleggen. Maar het betekent wel veel papieren rompslomp. De gemeente moet met alle 5000 cliënten weer om tafel om afspraken te maken. Alles bij elkaar moet Enschede 3 tot 6 miljoen euro toeleggen op de hulp bij de huishouding. En dat terwijl de gemeente al 40% in het budget is gekort door het Rijk toen de huishoudelijke hulp in 2015 van het Rijk naar de gemeente werd overgeheveld. Het is inderdaad, en dat vind ik ook wel moeilijk, dat wij het hebben gekregen, de ondersteuning bij het huishouden, met een korting van 40%. Maar dat wij nu echt gedwongen zijn om het aan te passen, en dat doen we ook. Maar dat vervolgens het Rijk niet zegt: van ja, wij zien nu ook dat wij u dusdanig veel bureaucratie aan het opleggen zijn. Uh, dat u dat ook niet redt met die korting van 40 procent. Dat betekent dat we dus concreet in Enschede echt eigen middelen zullen gaan moeten bijleggen. En dat kan niet de bedoeling zijn van die decentralisaties, want dat betekent dat we weer op andere terreinen zullen moeten gaan korten. Waarbij wellicht ook de zorg weer aan bod zal komen. Van Hout wil daarom stevig lobbyen in Den Haag, zodat het Rijk met meer geld over de brug komt.